Jullie willen Bertie. Hoi! Is toch opmerkelijk. Waar blijf je nou, man? Ik heb even een lijstje gekocht. Nou, kom op, we moeten meten. De schietloodproef doen. Kom op. Schietlood? Ja, kom op. Oh. Zeur. Zo. 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 Zeg Henk? Ja? Die toren die staat toch recht hoor. Nee, dat kan niet. Nou, volgens deze waterpas staat die kaars recht. Wat is hij dom, hè? Harry? Ja? Hier heb je een schietlood. Ja? Naar boven. Hup. Naar boven? On the double. Kom maar naar beneden, je touw is te kort. Daar ben ik al. Sorry Henk van het touw, maar dat was te kort. Dat zag ik ja. Daarom gaan we de schietloodproef vervangen door de leegwaterproef. Hier, heb je een blikje cola? Cola, ja. Openmaken, ja. Leeggieten. Ja. Naar boven. Hups. Fantastisch! Kom maar naar beneden! Zo. Even meten. Ik heb maat 42, dat is dus 42 centimeter. 1, 2, 3, 8, 9 en 10. 10, 4 meter 20. 4 meter 20? Ja. Zo. Dus de onderkant is 4 meter 20 uit het lood. Ja. Nu heb ik om de tangens van die hoek uit te rekenen. De tangens? Ja, de lengte van de toren nodig. Oh. Nou, dit is ongeveer een meter zo. Dit is ongeveer een meter? Ja, dat is een meter. Ja? Nou, meet jij even de toren? Ga maar weer naar boven. Hè? Ja. Hoe hoog? 55 meter 38. Wat? 55 meter 38! Ja. Ik kan je niet verstaan. Kom maar weer naar beneden. Hoe hoog? 55 meter en 38 centimeter. Schuine zijde 55 meter 38. Moet ik delen door de liggende voor de tangers van de hoek. Ja, zo, zijn we klaar hè? Nee. Nee? Nog één proef, de Galilei-proef. Hier heb je de bal. Naar boven. Nog een proef hè? Ja, naar boven en naar beneden gooien. En ik klok de tijd die hij nodig heeft om beneden te komen. Ah, Henk. Ja, Harry, wil je weten of Pim Jacob scheef zit, ja of nee? Ja. Dan moet je nog een keer naar boven. Oh, dan ga ik wel naar boven. Oké, tot zo. Henk, daar komt Galilei! Oké! Okay. 3,8. Ja, kom maar naar beneden, Harry! We zijn klaar! Ik heb uitgerekend, volgens de leegwaterproef, lengte toren gedeeld door basislijn, tangens van de hoek. 82 graden. Volgens de Galilei-proef, mechanica, ja? Balsnelheid 3,8 seconden, kom ik op 80 graden uit. Nou, dan nemen we toch het gemiddelde van die twee. Ja, komen we op 81 graden. Ja. De hoek van de toren is dus 81 graden. Juist. Dat betekent dus dat die 9 graden uit het lood staat. Ja, Harry, dat betekent dat. Hè? Ja. Nou, dan weten wij toch genoeg? Ja. Gaan we naar huis? Kunnen we weg. Oké. Okay.